Op 13 november overhandigde wethouder Martin de Beer een waardescheck van €300 aan voetbalvereniging RKHBS. Hiermee werd het de eerste vereniging in Heerlen met een sociaal veilig vignet. Vandaag hebben we de eerste waardescheck sociale veiligheid Heerlen uitgereikt aan voetbalvereniging RKHBS. Sportakkoord Heerlen die zet eigenlijk in op een stukje sociale veiligheid. Dat willen we stimuleren door sportaanbieders te sturen op de basiseisen van sociale veiligheid. Het houdt in dat iedere vereniging een verenigingsbrede gedragscode heeft, een VOG-beleid heeft opgesteld, een vertrouwenscontactpersoon heeft en dat trainers en coaches vakkundig zijn geschoold. In Heerlen hebben we gezegd van om de waardescheck te ontvangen hebben we een aantal voorwaarden opgesteld. En dat is eigenlijk dat een vereniging één of meerdere vertrouwenscontactpersonen heeft. Maar ook dat die bekend zijn bij alle leden, dat ze leden weten te vinden. En een verenigingsbrede gedragscode met een duidelijke meldingsprocedure. Die ook bekend is bij iedereen binnen iedereen van de leden. We zien dat het thema sociale veiligheid een belangrijk thema is. Maar dat verenigingen, sportaanbieders eigenlijk, het thema vaak niet hoog genoeg op de agenda te hebben staan. En dat komt eigenlijk ook om het feit dat een vereniging heeft het heel druk. En ze houden zich met name bezig met de klassieke verenigingstaken, zoals het organiseren van trainingen en wedstrijden en het op orde houden van het leden- en vrijwilligersbestand. Vandaar dat we hebben gezegd, we willen vanuit Sportakkoord Heerlen die sportaanbieders stimuleren om met het thema aan de slag te gaan, om die voorwaarden in te regelen. En daarvoor hebben we de waardecheck en ook een vignet om ook het thema wat meer bereikbaarheid te geven, hebben we daarom in het leven geroepen. Sowieso is het altijd fijn om een check te krijgen van de gemeente voor een voetbalclub. En sociaal veilig is natuurlijk wel een heel belangrijk item. Iedereen wil zich naast het voetballen ook veilig voelen. En we hebben nou in ieder geval laten zien dat we alle voorwaarden bij elkaar hebben neergezet in deze vereniging. Zodat iedereen zich ook veilig kan voelen en iedereen zou kunnen weten waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben. Als ze zich ergens niet helemaal fijn vinden. Of dat ze over HBS zelf dingen niet fijn vinden. Dan kunnen ze terecht bij een aantal mensen en dat hebben wij in de hele vereniging uitgezet. Een leuk bedrag dat goed geïnvesteerd gaat worden aan een belangrijk doel. Zullen we nog eens kijken. Maar het zal gegarandeerd iets zijn waarmee we ook weer verder kunnen met dit fenomeen. Want dat kost uiteindelijk ook geld. Dus ballen hebben we genoeg, denk ik. Maar we kunnen ook nog op andere terreinen financiën gebruiken. Nou, we hopen dat aan de hand van deze waardecheck en het vignet, dat spooraanbieders in 2026 eigenlijk allemaal sociaal veilig zijn. Dus voldoen aan de voorwaarden van sociale veiligheid Heerlen. Ja, eigenlijk een oproep naar sportaanbieders in gemeente Heerlen. Dus ben of ken jij een sportaanbieder en wil je weten wat het voor jouw club betekent? Dan neem dan contact op met mij en dan kunnen we bespreken hoe we de basis eisen. En daarmee ook de voorwaarden van sociale veiligheid Heerlen bij jouw club kunnen inregelen.